Hi schorpioen, leuk je kijkt in de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 24. En dat is van maandag 10 juni tot en met zondag 16 juni. En als dan de kaart goed even kijken wat deze week voor jou in petto heeft. Dan lijkt het schorpioen alsof je ergens instapt, heel bewust. En ik heb ook het idee dat je het heel erg leuk vindt. Er zit een behoorlijke passie achter, maar er zit ook een heel bewust stuk achter. En je hebt ergens heel goed over nagedacht. En je vindt het heerlijk om er vol in te gaan. Je bent eigenlijk verliefd op het leven en het kan echt heel breed zijn. Maar juist door die verliefdheid en die hele bewuste keuze lijkt je gewoon niet meer te stoppen te zijn. En ga je dus ook echt helemaal achter je eigen doel aan. Ik heb het idee dat je daar ook dus wel heel bewust over nagedacht hebt. Dus iedere actie die je eigenlijk neemt, heb je voor jezelf al uitgedacht en sta je helemaal achter. En dat zal zeker in jouw omgeving, zal dat bepaalde mensen tot denken zetten. En die zullen ook echt denken van dat jij het wel heel goed voor elkaar hebt. Terwijl ze misschien niet zullen zien wat voor werk je dan in hebt zitten. Maar je hebt ook echt wel een bepaald doel waar aan de buitenkant mensen gewoon zullen zien dat je heel erg je hart aan het volgen bent. En dat is heel erg aantrekkelijk voor mensen. Dus je zult ook zien dat mensen daar op een hele positieve manier op gaan reageren. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne week.